culturele sector zelfbewust en assertief nieuw leiderschap te tonen. Als de aanval kwam van rechts en als we geen oogkleppen op hadden gehad, hadden we hem kunnen zien aankomen. Het was geen doorstoot in de rug, want Zijlstra is een achtenswaardig man. Eigenlijk heeft Winston Churchill dat nog mooier verwoord. In de Tweede Wereldoorlog, er moesten alle fondsen bezuinigd worden om de kosten van die oorlog te kunnen betalen. En de minister van Cultuur kwam bij me en zei, luister, ik vind dat wij op de cultuur ook moeten bezuinigen. En dit zijn mijn voorstellen. Hij keek ernaar en zei, maar waar vechten we dan nog voor? En ik denk dat dit een tekst zou moeten zijn van onze politiek. Maar die krijgen we niet. We krijgen futloze, inhoudloze teksten dat het goed is om de boel eens op te schudden. Wij horen bij de top van Europa. Onze theaters in het land zijn goed. De opleidingen die we hebben zijn van goed niveau. En daar moeten we het gaan zoeken. U moet zich voorstellen dat wij met de podiumkunst, van popmuziek tot de klassieke muziek, musical, toneel, cabaret, alles bij elkaar, meer publiek trekken dan het voetbal. Meer publiek trekken dan alle sporten bij elkaar in Nederland. En we doen het of we zieke kinderen zijn, of we niet verder kunnen. Dat is absolute onzin. Op dit moment wordt er een geefwet gemaakt door deze regering. Wie zit er nou aan tafel om mee te praten voor die geefwet? Want die geefwet bepaalt hoe de aftrekbaarheid zal zijn van je giften. En wie zit er aan tafel? Alle goede doelen. Iedereen die maar georganiseerd is, zit er aan tafel. Maar wij, de kunstenwereld, zitten niet aan tafel. Omdat we versprokkeld zijn. We hebben tientallen organisaties die allemaal voor een eigen belangetje werken. En dat is goed en dat moet blijven. Maar als u werkelijk belangrijk wil overleggen en gehoord wil worden op de juiste manier, dan zullen we een grote persoon moeten hebben die werkelijk staat voor de kunst en die ons vertegenwoordigt. Meneer Van Ende, gefeliciteerd met uw prijs. Dank u wel. En even over de speech. U noemt een soort Erika Terpstra voor de kunsten. Ja, iemand die, niet specifiek Erika Terpstra, maar ik denk dat we iemand moeten hebben die politiek Den Haag goed kent, die van kunst houdt en die de autoriteit heeft om te lobbyen, om uit te leggen dat kunst bij de eerste levensbehoefte hoort. Ja. Ziet u daar enige kans voor eigenlijk? Want het is nogal een kil klimaat. Ik denk dat dat kil klimaat ontstaan is omdat er niet gelobbyd is. Omdat het niet uitgelegd is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat zo snel mogelijk gaan doen met z'n allen. Ja. Wilt u zelf nog iets gaan doen? Nee. Het is niet de bedoeling dat ik me daar zelf... Ik ben daar niet geschikt voor. Ik zou graag willen adviseren op de achtergrond. In de keuze van de persoon. Daar heb ik ook een aantal, een aantal namen voor. Kunt u een tipje op? Nee, dat is zo onbehoorlijk. Klein. En over de personen. Dat is. Maar het moet iemand zijn met charisma en autoriteit. En vooral liefde voor de kunst. Jeroen Krabbé? Jeroen heeft een heleboel capaciteiten. Maar of hij politiek, of hij dat op kan brengen, ik denk niet dat hij daar zin in heeft. Maar hij zal alles willen doen om te helpen. Okay. Dank u wel. Graag gedaan. Achterrecht Jongerius vind ik het goede. Zou ik heel graag willen hebben. Goede woordvoerster, helder. Zeg waar het op staat. Dat zou ik leuk vinden. Alexander Rinoy kan. Okay. Die is te links, toch? Weet ik niet. Gewoon een aardige man. Het lijkt mij een idealistisch plan waarvan ik de haalbaarheid nog wel even zou willen onderzoeken, eerlijk gezegd. Wat moeten we anders? Houd toch op. Ga aan de slag. Ga werken. Ga keuzes maken. Ga schud met je rug. En ga aan de slag, zeg. Wat krijgen we nou?
dat slachtoffer, dat slachtoffergedrag, dat moet echt afgelopen zijn. Je mag even je wonden likken, dat heeft iedereen nu wel de tijd voor gehad. En dan moet je weer gewoon opnieuw beginnen.